Je spullen opruimen in Minecraft is nooit leuk en precies daarom laat ik je zien hoe je het simpelste automatische sorteersysteem maakt, zodat jij meer tijd hebt om... Oké. Het ontwerp komt van Impulse SV, dus alle credits naar hem. En de sorteermachine kun je zo klein of zo groot maken als je zelf wilt. Dus voor deze tutorial maak ik een machine voor 8 items met 3 dubbele kisten aan ruimte. Maar dat kun je dus zelf helemaal uitbreiden. In deze kist heb ik de materialen die je nodig hebt voor deze sorteermachine. Pauzeer de video even of kijk in de beschrijving als je dit precies over wilt nemen. Om de spullen die je wilt sorteren op de juiste plek te krijgen, is het handig om wat items een andere naam te geven, zoals ik hier heb gedaan, deze hete filter. Daarvoor heb je dan wel weer een anvil nodig. Dit klinkt nu misschien vaag, maar als we de farm samen hebben gebouwd, wordt het helemaal duidelijk. Verder hoef je geen itemframes te gebruiken, maar zijn ze wel heel handig om je gesorteerde spullen terug te vinden. Dan ga ik naar de survival mode en dan kunnen we aan de slag. Als eerst maak je een rijtje van dubbele kisten en ik doe er dus 8 achter elkaar en dan 3 op elkaar. Dan doe je aan de achterkant van die kisten hoppers die in de kist wijzen. Als je dat gedaan hebt, ziet het er als het goed is zo uit. En dan pak je je bouwblokken en die plaats je tegen de bovenste hopper aan. Je kunt overigens ook andere bouwblokken dan smoothstone gebruiken. Maar ik vind die heel erg handig omdat ze van die duidelijke lijntjes hebben. Vervolgens plaats je tegen die blokken nog 2 rijtjes van blokken. Tegen het middelste blok plaats je aan de onderkant nog een rij blokken. Je hebt dan een soort letter T. En bij het laatste blok sla je 1 blokje over en daar maak je ook een rijtje. Dan krijg je dus precies dit. Dan pak je je redstone toortjes en die plaats je tegen deze rij blokken. Zo dus. Tijd voor de repeaters. En die plaats je hier zo en die wijzen in de richting van de hoppers en de kisten. En we zijn al een heel eind. Tegen de repeaters plaats je je laatste blokken en zorg ervoor dat je kruipt wanneer je die blokken plaatst. Anders dan verander je de repeater. Je sorteermachine ziet er nu zo uit. Tijd om naar boven te klimmen, want op deze blokken plaats je comparators. En die plaats je vanaf de hoppers die kant op. Dan pak je je redstone en die plaats je op de overige lege blokken. Je krijgt dan dus dit. We gaan lekker, maar let heel goed op bij de volgende stap. Tegen die comparators aan plaats je hoppers. En zorg ervoor dat die hopper dus in je comparator wijst. En zorg ook dat je kruipt wanneer je de hopper plaatst. Anders dan gaat het lichtje aan en uit. Dat is niet de bedoeling. We zijn gewoon al bijna klaar. Plaats naast je laatste hoppers wat tijdelijke blokken. En plaats daarop een kist zodat die schuin boven de laatste hopper staat. In deze kist komen je items die je in de sorteermachine hebt gegooid, maar waar je geen plek voor hebt. Tegen deze kist aan plaats je je laatste hoppers. En op die laatste hopper plaats je je dubbele kist. In deze kist doe je de spullen die je wilt sorteren. De machine is klaar, maar we moeten nog de filters plaatsen zodat de items op de juiste plek komen. Dat doe je door in de 1 na bovenste rij hoppers, de hoppers die naar de comparators wijzen, filter items te plaatsen in de laatste 4 hokjes. En doe dit dan voor elke hopper. In het plekje dat overblijft plaats je het item dat je gesorteerd wil hebben in de kisten. Dus stel je voor je hebt een kist met allemaal van dit soort spullen. Dan doe je in de eerste hopper bijvoorbeeld je dirt. In de tweede hopper je gras. Dan je gravel. Je zand. En zo ga je door tot alle items verdeeld zijn. En dan ben je helemaal klaar. De items die je wilt sorteren gooi je in deze kist. En dan doet de machine de rest van het werk. Zoals je kunt zien is de sorteermachine lekker aan het sorteren. En wat ik altijd handig vind om te doen is itemframes plaatsen tegen de bovenste kisten. En in die itemframes doe ik dan de spullen die in de kisten terechtkomen. Zo kan je in één keer zien waar je spullen zijn. De dirtblokken zijn ondertussen volledig gesorteerd. En zoals je kunt zien zitten niet alle blokken erin. En dat komt doordat het filter 41 van die items nodig heeft om te werken. Als je deze video handig vond, druk dan even op de like-knop. Veel plezier met je sorteermachine en tot de volgende. Doei.